iedereen van BeLive en welkom terug bij een nieuwe Rollercoaster Tycoon Classic video. En in deze video zie je terug in een nieuwe level, namelijk Pacific Pyramids. Kijk op wat ons doel is. Veranderen toeristische attractie de Egyptische ruïnes in een bloeiende pretpark. Jouw doel. Ons mensen 1000 bezoekers in het park te hebben aan het eind van oktober jaar 4. Met een beoordeling van de parkmensen 600. We hebben een redelijke ruimte moet ik zeggen. Hier een beetje verder misschien deze draaiattractie gaan bouwen. Dat we hier ingang en daar een uitgang. Zo mensen klagen nu wel eens iets spannender willen dan dit. Zullen we straks ook gaan krijgen. Eens kijken waar we dit kunnen. Oké, deze heeft een zeer rare vorm. Zo, die kunnen we op het einde van het park zetten. Ja, oké, de mensen vinden dus de weg naar de achtbaan op. Zo, zullen we hier nog hier en daar ook wat bankjes gaan plaatsen. Zo. En hier en daar nog wat prullenbakken. Oké, meer mensen vinden dus de weg naar de achtbaan. Ik dacht van, want turbine deze keer niet plaatsen, anders is het ook weer cliché als ze de turbine plaatsen niet. Oké, we zullen ook wat geld moeten gaan lenen helaas. Anders kunnen we niks meer bouwen. Dum en dump. Waar kunnen we deze plaatsen? Deze kunnen we hier gaan plaatsen. Dat is dan een waterattractie, dus die diamond dump. Of diamond dump. Is wel, dus de prijs waard. Even dat naar 4 euro brengen. Ja, het geluid van roepende mensen. Misschien de attractie is wat te ver gezet, kan ook. In feite moeten ze wat verspreid staan, niet? Misschien hebben we hier ook nog enkele attracties gezet, hadden beter. Is de prijs waard, dan moeten we dat 2 euro, of misschien eens keer naar 3 euro brengen. Attractie te gaan plaatsen. Oké, deze zou dus hier kunnen plaatsen. Kijk, dit is maar een kleine attractie. Deze zou eigenlijk perfect hier kunnen plaatsen worden. Zover ik zie toch. Misschien even keer draaien. Oké, ik denk dat we even terug wat geld gaan lenen. Oké, we hebben dus al maximum bedrag geleend. Red race. Eens kijken of we deze kunnen plaatsen. Ja. Dat zou ook nog lukken. Misschien nog ietsje draaien. Ja, dat zou weer te hoog zijn, nee. Ik denk dat we die kleinere gaan nemen. Dat we al de maximum bootjes hebben. Ik 6 bootjes is maximum. Ik 6 bootjes heet maximum. Ondertussen is park onze bezoekers weer rustig omhoog aan het gaan. Eens kijken, is de prijs waard? Oké. We even deze naar 3 euro gaan brengen. We hadden het met het spookhuis hier, wat geweldig. Oké, misschien 2,40 euro. Ons draaimolen heeft blijkbaar ook succes, zie ik. Ik denk dat onze prijs gaat laten ook. Yes. Dan nemen we dit terug af. Natuurlijk weer een enorm groot bedrag dat we geleend hebben, maar in principe kan het kwaad weer een investering ook. Zo, 2,50 euro. Zoals we al gezien hebben bij deze. Zijn waterattracties enorm populair, maar kijk wat de wachteren hier. Misschien dan de mensen ook meer naar hier zullen toe gaan, want het is trouwens ook begin van het park. Natuurlijk, hoe meer attracties dat je hebt, hoe meer winst dat je kunt maken. Eens kijken naar de gedachte, is de prijs waard. Het spel is de prijs waard. Dan wil die even omhoog doen naar 3,50 euro. Zo als reuze wachtrij.
Oké, is het prijs waard? Gaan we naar 3,50 euro gaan. Oh, deze draait hier niet meer. Ik betaal niet zoveel voor de draaimolen. Oké, dan gaan we daar 90 cent van maken. Zie het, spookheid was geweldig. Oké. Kijk, we maken ondertussen wel zeer goed winst. Ja, mensen worden hier wel wat. Dus ik denk dat we hier wel een rendabel park opgebouwd hebben. Voor misschien een nieuwe attractie ergens te plaatsen. Wat er ook me leuk lijkt is dit hier. Die bedflight ziet er wel nice uit. Alleen hier staat hij zo hoog. Natuurlijk moet ook weer een nieuwe attractie plaatsen. Anders wordt het weer het Science Park. Dus we gaan Kijk, die piramide is hier weg. Yes, kijk, is er weer een mooi plek hiervoor. Dan kunnen we de ponytails. Eens kijken of we iets met dat hier kunnen doen. Ik denk dat deze te groot zal zijn. Het is al serieus hoog, hè. We kunnen hem hier plaatsen. Nou, we hebben 5000 en zoveel. Oké, waarom niet? We hebben momenteel wel geld genoeg en kunnen alles van bezoekers ook nog kunnen gebruiken. Wacht even, we gaan eens kijken. Misschien gaat hij hier. Zo. Oké, direct naar daarop. Oké. Even 2,50 euro hiervoor vragen. En we gaan even doorspoelen. Zo. Eens kijken, nee. Zo. Moment toch. Eens kijken hoe je dat pad gaan doen. Oké, dat was simpel. Dat het moeilijker ging zijn. Dat is simpeler over gedacht. Deze zou je de eerste keer 3 euro maken. We kunnen wel hier plaatsen, maar dat is een hele rare plaats. Ik weet niet, dat is wel een rare plaats. Nee, ons park is eigenlijk zo goed als volgebouwd. Ja, dat is hier ook zo'n rare plaats. Moest we hier weer ruimte hebben, zou ik hem hier geplaatst hebben. Of te zijn dat we dit land kunnen kopen. Wie weet. In feite maak ik niet meer zoveel uit hoeveel dit kost, want voor die laatste maand. We zitten al in de laatste maand trouwens. Zo. Even zo doorspoelen. Natuurlijk halen we ook dit weer terug op. We gaan even dit 3 euro van maken. Dus we hebben al 3 waterattracties staan en een nieuwe achtbaantjes. Het is dan 13 oktober, hopelijk de vrijdag. Oké, 17. Zo, we hebben dus heel wat geleend ook. Oké, nog 1 dag. En dan hebben we het gehaald. Nog 1 dag en dan hebben we het gehaald. Nog 1 dag voor het gehaald hebben. Yes! En we hebben het teruggehaald. Je hebt het doel gehaald met bedrijfswaarde van 205.221 euro. Voer je naam in. Be live. Zo. Zo, en hopelijk vond je dit een leuke video. Geef hem dan zeker al dat duimpje omhoog. Vergeet niet om te gaan abonneren op mijn kanaal hier beneden.
Vergeet ook even niet de belletje naast de abonneerknop aan te klikken, zodat je telkens een melding krijgt wanneer ik een video upload. En laat eens een reactie naar wat je van deze video vindt en stuur hem zoveel mogelijk door met al je vrienden. Ik zie je terug in de volgende video. En vond je dit een leuke video? Vergeet vooral je like niet te geven. Wil je abonneren op mijn kanaal? Druk op het knopje hiernaast. Wil je een vorige video zien? Klik dan op het knopje hiernaast.